Ek het met jou aan, Lammer. Ek weet jy, opa, hierdie enekie is reg, maar die een, ek weet. Hey, die Lammer hierdie, vaalvlak is die laaste hoop. Selfs die Lammer nou al begin vrek. Ek sê wat, kom ons gee hulle maar een beetje soot. Dalk help dit. Nou kom, doe maar wacht met die hand weet, he. Ek sien so, Manie, nou net nie te gauw rui met hom nie, hoor. Reg, pa. Pa, ons sal maar alweer moet gaan voer koop, die voer is amper op. Ons sal alweer moet dip ook. Lou lui steelmos op die droogte. Ja. Net onthou om bietjie sout te koop op morgen. Ja, ons sal moet. Wanneer kom hier reen, pa? Pa is maar sy expert. Ja, ek weet nie, breinsuiker is nog slibbaard.
Nie voor 3 dagen, nie. Pa had het 3 jaar laatst gereen, er staan nog 3 dagen. Ik voorspel nooit langer dan 3 dagen vooruit. En waarom zie je als jullie 3 geslachte grissel zo ergens kan? Pa beloof hier een, dat is net 3 dagen weg, het. Maar Prins, ik put is weer raag. Ik zie je, jong. Ik is blij, hoor. Kom, help mij daar met die pompen, die jongetje. Nou weet ik net niet meer, nee, Hetty. Ons nog net 200 schaap worden, vrek nou 10 per dag. Vanmorgen alweer moet gaan voer kopen, zout. Ons moet maar moeten, ouwe man. Het is al genade. Ons lees uit Konings 8, vers 35. As die hemel toegesluit bly, dat daar geen reën is nie, omdat hulle teen u gesondig het, maar hulle na hierdie plek toe bid en u naam bely en van hulle sonde bekeer, omdat u hulle verootmoedig, wil u dan hoor in die hemel en die sonde van die knegte en van die volk Israel vergewe, want u leer hulle die goeie weg waar hulle moet wandel. En u gee reën op uw land, wat u aan die volk as 'n erfenis gegee het. Tot zover. Kom ons bid. Onze eeuwige hemelheer, dat u sal uitkomst gee op uw tyd. En Heere, leer ons aanvaar dat zelfs hier die 3 jaar van droogte ook uw wil was. Wees met ons, ons plaas, ons land en met ons volk. Uit genade, amen. 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 Lange lijkt maar slecht voor mij, jong. Ach, ouwe man, dit kan daar niet zo aan gaan. Een paar vanavond is zo mooi gebed. Ja, een paar bid al voor 3 jaar. Je weet, die geloof is goed en wel, maar is het genoeg? Nee, wat, jong. De enigste wat nou nog kan helpen is de eerste minister om zelf. Of mondelijk hij en die persoonlijke vertegenwoordiger van die almachtige Sam daar in Pretoria. Ik geef dat zeggen. Hulle beter dat hy vannacht plan maak. Hai, oom man, kies hy gestrabbeld. Kom, Manie. Kom, drink jou koffie, jong. Is nog die skaap gaan dip voor die blauwluis hulle heeltemal opvreet. Reg, pa. Manie, ga roep eers gauw vir oupa. Sy koffie word koud. Hy sit seker weer in die kerbode en lees in die ander plek. Kom, poete, kom, kom. Dankie. Thank you.
Ons gaan spelen kaak daar onder die peperboom. Is lekker koel daar. Opa? Ja? Hoekom het op die rand van opa's hoedsak nie? Dat sal die son op en nie oopplaan nie. Hoe wat? Ek dra my hoed so van Maarsontein af. So help het dat die klap nie anders hier die kaakie skiet nie. Wat is daar nou verander, man? Kom. Ja, warm dag. Aar die dag, maar. Want ook nog die brommers op die bloed. Ja. Die heren was aan ons kant, aar die dag. En as hy aan jou kant is. Opa? Ja, maas. Net hem op. Opa? Ja, man. Wat is de eerste minister, opa? Nou, hoe dan? Nee, opa, ik vraag maar niet. Ja, eerste minister. Hij is nu eindelijk die baas van ons land, zie. Baie belangrijk, baie bezig ook. Blij in Pretoria. Kan hij enig iets doen, opa? Wel, reken zo, ja. Ja, hij is omtrent enig iets kan doen, ja. Praat hij Afrikaans, opa? Maar hij is de eerste minister, Almanus. Natuurlijk praat hij Afrikaans. Zeker, Engels ook. En opa, die persoonlijke teenswoordiger van die Almachtige? Waarvan praat je nu? Nee, opa. Ik vraag maar net. Waar het zo iemand genoemd? Persoonlijke teenswoordiger van die Almachtige? Ja. Hij is zeker maar. Ons dominee op die dorp, zou ik zeggen. Nee, opa. Hij is baie belangrijker als hij. Ja, hij is zeker. Ja, opa. Nou, dan... dan is het zeker maar die moderator van onze kerk. Hij is nu die hoofddominee. Ja, dis hij, opa. Woon hij ook in Pretoria. En is ook baie belangrijk. Ja. Ja, hij is eindelijk die naaste aan onze lieve Heer. Je ziet ons in, woon in die Kaap. En Transvaalsen woon zeker in Pretoria. Maar ik zie hoe zij wat. Ga al gauw met die kerkbode. Hij legt onder mijn bril op die tafel. En dan weet ik veel iets. Rechel, dank je wel. Is hij opa? Waar is het nu? O ja. Dat is nou die moderator van die Transvaalse Synode, Hermanus. O, praat hij Afrikaans, opa? Hij is een domineeuwse. Natuurlijk praat hij Afrikaans. Hoekom vraag jij al hierdie dingen? Het is sommer, opa. Wat is hier, dan kan hij helpen te leren. Van valvlak. Anders moet hij die plaats verkopen. Dat is valvlak, hierdie. En die moet verloor zijn, Joosje. Nooit. Kom. Ik kan voor jou iets wijzen daar waar die klim gaat. Naar onderlaan ze rivier. Hier begin Delft die eerste keer.
Ons het niks gehad nie. Die waarde nie. Kos nie. Lere nie. Niks. Maar ons het gegloe. Hierdie mure, jou oorle oma my nog self gehelp staan. Hier is jou pa geboren. 8 jaar verslaan kreeg. In 3 jaar. Na 8 jaar van zwaar kreeg, het ons ten laatste een mooie gekreeg. Zo'n mooi blauw witte. Da. Op je oma's verjaardag. Heel zwaar kreeg. Bloed en zweet. En getoond. Maar toch ook mooi. Een appel glo. Nooit. Nooit. Maar wacht, kom eens loop. Loop paar wacht dan. Wat hulle vanmorgen wees, oom? Weer diezelfde? Ja, 2 flesjes versterkdruppels en pikkie levensessens, alsjeblieft. En toe? Loop je breinsuiker nog niet? Amper super gelijk vanmorgen, oom. Maar nou is daar niks. Klip hard. Ah. Nee, die reen is heel te mal weg. O ja, en 3 cent onnebloed per manus. Als je goed, man. Ja, dag Kobi. Dag oom. Goed te verseren. Dank je. Tot ziens, Manie. Tot ziens. Kom, Piet.
vader se foto. Liewe pa, ma en oupa. Ek kom gou terug nadat ek die eerste minister en die modermaker vir reën gevra het. Dis vir pa se verjaarsdag. Liefde, Hermanus. Manie Griesel? Van ons plaas af ook. Ons op pad Pretoria toe. Waar is jou plaas en hoekom hier so stoksie dan in die langs die groot pad? Ek het al lang geloop, oom. En ek het al myle ver geloop. Ja, kom maar, laat ek hoor. En jy sê jy gaan die oupa sien en die eerste minister en dit om reën te vra? Ja, oom. Het is een paarse verjaarsdag in ons kaap. Ken jy hierdie mense goed, man? Opa sê hy ken die moddermaker. En hy ken die lieve neer. Ek is seker dat dit sal kan help. Wel, ek kan jy definitief nie hier laat staan nie. Waar sê jy boer julle? Paalvlakte, oom. Dit is baie verrie vandaan. Asseblief neem my Pretoria toe, oom. Ek het geld, oom. Baie. 30 cent. Ek kan betaal. Kom ons rij. Kimberley se politie kan jou seker huis toe neem. Al is so'n groot lorry gery. Eng, nee oom. Hy is daarom groot. Hoe vinnig rij hy oom? Hy vind 70 mijl per uur. So'n lorry is het. Blerrie vinnig sê ek jou. Ja oom. Oom? Ja? Het oom miskien een bykie water? Ja, recht daar by jou voete. Jy is dors hè? Ja oom. Het oom een koppie oom? Nee man, sommer so in die bottle. Ek het ons nou nie blauw tong of rinderpes nie, jong. Bliks! Maar jy is dors, jong. Hierdie lorry van my se tank van 200 gellings, maar jou pens is prachtig groter. Jammer, oom. Is jy honger ook? Ja, so bietjie, oom. Daar is toe broodjes ook daar by jou voete. Onthou net die plastic zak, verteer nie. Dankie, oom. Een is genoeg, dankie oom. Dit lieg jy. Maar doe maar jong. Meneer is in die mens ook nie meer teestaan nie. Oom? Ja? Werk hier die ratte ook soos die bakkies in? So, eerste, tweede, derde. Drie ratte, nee boet man. Hierdie lorry het, sien is, 4 maal 4, 16. Hoe is daai? Yes, laai. Wat was daai, oom? Dit is een monument vir die kakies wat hier gesneuvel het. Was dit in die boeroorlog gewees, oom? Ja, boetman, dit is toch wanneer hulle laas kakies geskiet het, jong. Seker maar, oupa het ook in die oorlog geveg. Het oom ook? Nee, maar ek weet van iemand wat sal dink dat jy baie snaakse sientje is. Nee, oom gabba. Verder was al baie lang al uit die moorde uit jou om 11 aangekom het. Oupa was een venkop by, Garsfontein. Garsfontein? Garsfontein? Magersfontein? Dis hy, oom. Prachtig, hè?
Het hy jou vertel, Boetman? Ja, oom, van die Skotties en al Rokkies, die son en hoe bang hy was. Prachtig, hè? Kijk jou, oom Alf het opgeboer, net hier dicht bij Kimberley. En ek ken die wereld. En as jy vandag huis toe gaan, kan jy jou opa gaan vertel dat jou oom Alf jou reg het naar die plek toe gevat het waar hy die dag so bang gewees het vir die Skotties met al Rokkies. Maar ek gaan Pretoria toe. Later, Boetman, heel wat later. Daar is hulle, magers ontdense koppies. Die opa mag bang gewees het, maar hy die sneller getrek, hoor hy, lekker opgedonner, die hele kakie aan met. Maar kom, ek gaan wees jou daar van boe af. En dit was die situasie bij Magersfontein om ongeveer 8 voormiddag op 11 December 1899. Daar is stik in het klip. Engelse kanonen se werk. Al wat bloekop kogel manner was, het hulle vrek geskiet hier op hierdie koppies, Boetman. En hier het jy nou... Morgen, Ram. Ek net hierdie boerkie kom wees waar sy oupa 70 jaar gelede aan mok gemaakt het. Kijk nou, Manie. Die boere het so geleid, daar van Modderrivier af, so langs hier, jy weet hier onder voorbij, daar waar die wit klippe is, nie? En dan weg so om tot by die treinspoor. En die Skotties het recht van vooraf gekom, so op ons af. En weet jy waar was jou oupa? Sop nat en doodbang, net daar in die sloot. Kijk jy zo'n elf? Zo'n mouserdoppie, stik in jou zak. Die goed raak skaars deze daar. Misschien nog dat ik je oppassen. Ja, nee, Manie. En hier die sloot het je opa geleid in die donker en in die reen. En die Skotties het recht van vooraf gekom. Met hulle gewere en bajonette. En toe hulle net daar voorkom. Ja, oom. Was toe ook Skottie penkoppen geweest, oom? Nee, nie wat ek van weet nie. Of nee, wacht, daar was een. Je weet, die Skotties het altijd oorlog gemaakt met muziek. Als die doedelzak tjank, dan stond niemand op. Maar zeker te nat voor doedelzakken, toe gebruik hulle maar beeld die nacht. En hier was het Skottie penkoppen, die speelplaats van die aanval. Dat was zeker net daar voor ons, toen je opa begon schieten. Hij het om hier begraven. Ik denk al, het is zeker mooie muziek gemaakt bij zee begraven. Ja, die doelzak gehoor is een heel man. Is een lelijke ding daar, Boetman. Denk om, hij was ook bang geweest, hoor. Zeker maar, Ougaba. Nee, is je opa. Allemaal is bang in die oorlog. En als je alleen is. Weet oom. Waar is je graf, oom? Kom, ik ga jou wijs. Hij heeft jou klein Skottie penkop een mooi graf gegeven. Net zijn. En het verdient zo ver van zijn huis. Kom, ik wijs je jou Skottie. Kan je Engels lezen, jong? Nee, niet zo goed, nee. Een jong onbekende Skotse beelblazerkie. Weet niet zijn naam niet. Weet niet hoe oud hij was niet. Het maakt ook zich niet zaak afgeleid. En dit is 100 mijl achter toe. Maar jullie hebben ook zo bij je praat. Ik zal hem zeker voor een plan moeten maken. Gaan om Pretoria toe, oom? Eerst voor hem horen en dan met aan de trok. En net tot bij Jan Smit. Wie is hij, oom? Het is een oom met een bokbaarkie. Een goede oogabe geweest. Maar hij is niet meer daar. We gaan net bij hem voorbij
En bij die poliestatie kan ik jou afgooien en hulle kan jou verder recht zien. Gloria is net een eentje verder. Ik zal hulle laat weten van jouw plannen. En als je hulle mooi vraagt, wat wil je zoeken? Zal hulle rarig hoor? Van ja. Hulle zal zeker, jy sê mos jy het een afspraak met die prime. Met wie? Met die prime man, die eerste minister. Jy sê mos jy het een afspraak met hom. Ja, ik ga hem zien ja hoor. Hoekom? Dink hom hy sal nie met my praat nie. Nee. Hulle sê my die prime is een bakgat ou. Hy sal zeker maar moet tijd maak. Jy moet maar net mooi vraag aan jou manier onthou. Ek sal hoor. Hy praat mos Afrikaans, nee hoor. En laatst toen ik op die radio gehoord het, was die Afrikaans nogal passable. Is Johannesburg groot hoor? Ja, is een vreselijke plek daar jong. Al die mensen daar is mensvreters. Yes, like. Zeg waar jou gaba.
Kom, Boetman, ons loop. Marais, Marais, lig is jou al laat besluit? Asseblief, Bal. Ik heb beloofd om jou te laat weten, so ek seker is. Wat maak ons naam met die kleefletter? Daar zijn ze al zeker kan opgeven. Glaas ons hom nou af? Nee, alles al toe. Hij blijft vanavond bij mij tot morgen. Dan kan ik vaststel wie of wat of van waar is. Was dan is ze onvriendelijk wees, jong stel ik hem. Jij blijft vanavond bij mij, nee, Manie? Ik weet niet, Tannie. Dank je, Tannie. Dank je, Tannie. Jeg. Hij stel je nog rot en kaal voor ons terug is van die daas af. Skam, jou bal. Ik stel niet, oom. Dankie, ek is bly. Kom nou, wat uit. Dan kan jy som jou tanden. O, oh, wereld. O, maar jou maak jou goed geleerd, kom. Kies jou handdoek, man. Was jy nou mooi skoon hoor, en daar sit oor lief. Anders is die plaas erin, he? Later. As jy klaar is, dan trek jy die klink aan vatsel. Oké, goed. Ek gaan nou aantrek. Kan ek hom al laat voltap, Tannie? Ja, seker klok is om 'n chokoblok is baie water. Sien jy daar die rooi handvatsel? Dis vir warm water en die groene is vir koue water. Sien jy reg? Kom, reg. Gooi sommer 'n bietjie hiervan in, dan kyk jy wat gebeur. Dank jy. Sy's baie gaaf. Baie dankie, Tannie. Tannie moet vir ons kom kuier op die plaas. Ek sal jong Tara Woodman sien jou. Lekker geslaap en vir die kos. Ek wil nie moeite wees nie en gaan soek sommer die eerste minister gou self. Kom kuier vir ons, liefde Manie.
listen to us older people anymore. I'm asking you, Rabbi, where's the discipline? Where's the obedience? Yes, son? More, Tani? More yourself. Will you have to loan me for there? Nee, dankie, Tani. Ek soek eindelijk iemand, die eerste minister, Tani. Die prime minister? Wie? Wie sê hy is hier? Well, have you got into politics, hey, Rabbi? Is dit hy, die man met die swart soek aan? Ek weet nie, Tani. Die oom is al oorkant gesê, ek moet hier kom vraag. Dan sal hulle vir my sê wat die eerste minister kan kry. Wat is jou naam? En hoe kom soek jy die eerste minister? Manie, Manie Griesel. Is oom het door nie of iets, hoor? Of iets, Manie. Kom, kom sit hier. Sê my, hoe kom soek jy die eerste minister hier in die winkel? Sê nou my oom is daar oorkant toe. Hy het gesê ek moet hier kom vraag. Het is verreen op vaalvlak toe. En jou ouders, waar is hulle? Hulle is nog op die plaas, oom. Ek het alleen gekom. Waar is vaalvlakte, Manie? Na by Hauptown, oom. Het is droog en die skape vrek. Nou kom vraag vir reen, oom. Ken oom vir hierdie, oom, die moddermaker, oom? Your parcel, Rabbi. Oh, thank you, Mrs. Mayers. Here's a sticky, it's for yes. Bye, donkey. Mrs. Mayers, I'm taking young Manie home with me. We'll have a cup of tea and a chat. I think maybe I can help him. Regards to Isaac, and thank you. Thank you, Rabbi. Manie, kom saam met my. My kantoor is net om die hoek. Ons gaan 'n bietjie tee drink, dan vertel jy my wat aangaan. Okay? Okay. Ons het by na die slagterwinkel gaan en eers vir varkchops vra. Dan sal hulle vir my sê waar die eerste minister kan kry. Hoog, maar goed, jy het nie, Manie. Sê wat, Manie. Ek gaan eers vir die polisie bel. Dat hulle jou oors kan sê waar jy is, is dit goed so. En dan kyk ons of ons kan jou help om die moderator op te spoor. Miskien is dit toch vir hom moontlik om jou te sien. Ons sal die polisie my nie toesluit, ek moet die modder maak. Nee, nee Manie, nee. Maar hulle soek seker al die wêreld vol na jou. En jou ma en pa moet al baie bekommerd wees, nie? Wacht net hier. Dan gaan bel ek hulle en sê net jy is veilig. Yes, yes, he's with me, right here, right now. I think you can safely leave him here with... Well, all right, if you insist. I see. The address is 21 Edith Cavell Street, Hillborough. About 20 minutes. Yes, all right, thank you. No, he'll be here. Fine. Bye-bye. Nou ja, Manie, ek... Manie? Goeiemorgen, is Dominee Marais daar, asjeblief? Goeiemorgen, moderator. Dit is Rabbi Epstein van die Hilbrouw Synagoge wat praat. Ek het so pas die voorrecht gehad om te kon tee drink met 'n merkwaardige lidmaat van die kerk. Lidmaatjie, so meeker ek wees. Manie Griesel, hy is 8 jaar oud, moderator, en hy is toksie al in heel pad uit die Karoo om reen te kom haal vir ons skape. Die eindelike rede hoekom ek u skakel, is omdat ek goeie behoort te weet dat klein Manie eindelik op pad is na u. Met een geloof wat mooi is om te sien. Oortuig, dit om u te vind, is om reën te kry in die Karoo. Nee, ek is jammer, hy is nie meer by my nie. Vir wanneer hy echte wil by u uitkom, moderator,
en ek glo hy sal, wens ek die alle wysheid toe. Thank you.
Charlie's in it. Pa, wonder ook. Opa zei goed het in die vlei, maar ik denk ik krijg het op die dorp. Wat het dorp? Hoop dan hem. Ik kom bij je van die Savoy uit, en kijk ons. Het goed hier daar. Of twee dagen zo honger kap toe, lift mooi loop. Anders drie. Gerust en mens zit aan die Savoy. O, om kouwen we? Onze hart is gerust en snij of de noot. Waar is je pa en je ma? Shopping? Hulle is bij die huis, oom. Ek het alleen gekom, vir reën, oom. Waar lekker tijd.
volop. Wat zie je hier vanavond? Had ik afspraak met de chef van het president hotel van Jutta. So take your time and burden your soul, young man. Oom? Your story, man. Vertel. Van valvlakte, oom. Nou moet ik naar die modemaker en die eerste minister gaan om reen te vragen. Doe haar allemaal keer dat ik hulle sien, oom. Hoekom, oom? Ek denk ek moet maar liever huis toe gaan. Zij je opa wie jou? Hermanus, oom. Hermanus? En wat zei je opa van toe opgooi? Hij zei dat bestaan niet zoiets. Hij is een man zo na mijn hart, je opa. Je moet goed naar zijn vroeger. Je moet niet dat mensen jou stop doen, maar je weet je moet doen, Hermanus. Jij alleen weet waar je moet doen en dat doe jij. Oké. Oh, vat hem maar voor mij. Je bent ook al eerste minister geweest, als ik wil. Hij heeft mijn job aangebied. Wat denk ik wil het, hè? Nee, ik. Ja, want hier zit ik lekker in die park, in die zon. Hij werkt met een vrek. Als je wil zien, dan zie je. Never mind waar die police, die moderator of wie ook al zijn. Verstaan? Het is nou zo half jammer dat ik het niet job gevat, nee. Maar ja, ik zei joh, gezien het. Dat is damn sure. Hoi, het lijkt mij als gaat reed krijgen. Maar wat zei jij? Ik weet niet, hoor. Ik kan niet eens meer onder de lijk reden. Huh? Ik kom al die pad en je weet niet. Dag. Dat is ook op pad naar die president toe. Ik weet die chef wel niet wachten. Maar mooi loop, Hermanus. Groetnis zijn voor die eerste minister. Die zal hem nog zien. Die is daar een soort lonkje. Hé, hey, wacht. Waar slaap jij vanavond? En eet. Ik weet niet, hoor. Zal mijn plan maken. Later. Hermanus. Jij is mijn gast voor die aard. Vergeet in elk geval. Als ze erin toch, kan ik ook een plek. Ik heb niet geld om te betalen, hoor. Mijn geld is weg. Mijn ook. Wacht. Net je zeker maken ze nat courant, jullie. Je hebt altijd op alle couranten. Nou niet van hulle niet. Zo'n bloedzaap ek. Jij ook, als je weet wat goed is voor jou. Ook als je weer eens nat doet. Hehehe. Hij is ook al oud, hè. En die natte zal ooit laten rent op valvlakte, hè. Je zien is no good. Nee, wat, oh, Jannie Smits is mijn shepherd, ik zal niet worden. Wat zeg je? Hallo. Eating's time. Is ek weer vanavond, maar ek het een guest hier vanavond. So if you don't mind, and your lordship zit nie alles opgevreed nie. Helping's for two, sir. Jij moet ze zeggen, Kenny Chef. Kosie het. Het eindkorat is van Moskje. Hij is nog maar 5 ster kos, maar men slimmert ook maar soms, hè. Wat is dat? Yo, wow, Chaka! Je moet wel oppassen op wat ze erbij wat er wordt. Ga het maar aan, hè.
eerste minister geword die ek sy jou opgevoeder het. Hey, op wie stamp jy dat? Ja, maar jy dit gesê, op die top? Die seer gekreed, Lengie? Nee, nie so sleg nie. En die ou baas? Hoe was ons baie seer gekreed? Kom, laat ons gaan voor die seer. Grootman, het jy baie seer gekry? Nee, nie so seer nie. Kom, klim in. Wat is vir jou voor, is kwaad. Kom op, klim. Wees ons aan het weer. Motor nummer 13, na beheer, rapporteer een bekleier op die hoek van Fox en Lafduistraat. Een ou man baie ernstig beseer, twee gevangene geneem, stuur asseblief. Vangwa en ambulance, herhaal die hoek van Fox en Lafduistraat. Oor en uit. Die ou baas, grootman, sy familie van jou? Nee, oom. Hy was net baie goed vir my, oom. Is sy dood, oom? Nee, hy is nie dood nie, hy het net baie ernstig seer gekry. Toe maar, jy en die Zulu tamelik gemaai onder hulle, ons wil hulle nou verder reg sien. Jammer oor die ou baas, grootman. Hoe voel jou gezicht nou? Nog so bietjie seer, oom. Toe maar, ons wil hom nou reg sien vir jou, hoor. Waar kom jy vandaan, jong? Sal oom my nie toesluit as ek vir hom sê nie, oom? Nou, hoekom sal ek so iets doen, hè? Van Valvlakte, oom. Hauptdam distrik. Wat het dooi maak jy hier die tyd van die nag? Ek het kom reën al, oom. By die eerste minister, oom. Weet jy, Koos? Dis die klong wat die saadjie ons van vertel het. Grootman, my dooi, jong, wie die hele SA polisie soek na jou? Jy's 'n celebrity, man. Gaan oom my nou toesluit, oom? Ja, jong. Seker maar. Nee, hey, jou paas is seker self met jou pas wil werk. Hulle sal bly wees, ons het jou gekry. Terugstasie toe. Vanaand kry ek en jy medaljes vir hierdie klein krimineelse arrestasie. So jou, kerel. Nou lyk jy weer meer na mens, jong. En ek heb ek gesien na die ketjie van jou? Seker. Ja, maar dis het beeld dat jy homself gemaak. Ja. En die mik? Skarebo, die beste mikke vir ketties. Maak hom ook skaketties, hoor. Grootman, ek dink ek het meer slaaf vir stikkende vensters gekry as jy. Ek is nie so seker nie, man. Ek het verlede week nog slaaf gekry. Ja? En hoekom? Ek wou nie vir ou Charlie se vrou skrik maak en 'n bottel paraffien van haar kop afskiet. Ja? Met 'n klip? Nee, oom. Met 'n bloekomknol, oom. Reg achter die oor, oom. Sê my, kan ek eens koot met die ketting van jou kind? Ja. Sê my iets daar, klip of wat dan? Stam ek die ene kant op, luid. En waar, dan sal ek skiet. Somme daar, ou. Toe is die daar op die tafel.
Nee, van die kanon van jou, ik word te oud voor die ding. Nee, wacht, Saad. Het is niet hij, nee. Het is ik. Karee. Jouw pa's een oude velle is een tong. Is ik recht? Ja. Wil je ook eens goed hebben? Nee, niet vandaag niet. Een rijt is genoeg. Zo. Ski, Saad. Dag, man. Dag, man. Waarom kie voor die... koeldrank en die worstbrood. Ga dag, man. Nacht, man. Nacht. Manie, vertel mij nou van alles van je van die huis af weg. En toen je bij die Joodse dominee weg is, wat toe, manie? Weg, oom. Een lang bot af. En toen zoomen we net in die straat toe. Hoe kom? Die politie heeft van hem gezegd, oom. Ik bedoel, en dan zou hij mij toesluiten, oom. En dan? En dan, man. Zou ik niet die modermaker kon vragen voor reen, oom? En die eerste minister, oom? Maar Manie, ons sluit niet klein zientjes toe nie. Ons het jou ouders maar net laat weet wie je veilig is. Wat sê pa, oom? Jou pa plikke lat. Maar jou ma is nog lief vir jou. En oupa, oom? Jou oupa sê iets van dinge wat gedoen moet word. Hy sê jou kan. Ek is blij, oom. Wat gaan we nou met mij maken, hoor? Jong, vandaan sluit ons jou in de cel toe. En morgen maken ons maar alle plan met jou. Of ons jou dadelijk sal huis toestuur, weet ik nog niet. Jij sê jy die hele pad gekom om met die moderator te praten. En die eerste minister ook? Ja, en nou op tijd. Nou kijk, ik beloof jou, voor je huis toe gaan, dan bel ons daar die moddermaker vir jou. Dan probeer ons daar aan, hè. Het is nu te laat om te bellen. Maar kom, ons zit jou in die bed en gezels ons morgen verder. Goed zo. Ja. Vergeet. Maar goed, kom eens kijken wat we ons kan doen. Ik heb die nummer klaar opgekijkt. Net in geval je zo onthou. Hallo. Goedemorgen, dominee Marais, alsjeblieft. Oh, goedemorgen, dominee. Sant Erlank hier van die Hielbrouwstasie. Excuse toch. Ach, dominee. Excuse dat ik pla. Maar ik heb een klein misdadiger hier zo. Gestrand gearresteer, ja. Nou wil hy met u praat voor ons om toestuit. Hy het ver gekom om u te sien, dominee. Sy naam is... Dis reg, ja. Maar hoe weet u?
Machtig, man. Hy het omtrent die wêreld aan die brand gesteek. Nee, maar baie dankie, dominee. Ek gaan nou afdiens, dan bring ek hom sommer self. Tot ziens doen. Kom, jou moeder maak er wag. Geef nie dat hy jou ketjie sien. Wees klaar in genoeg moeilijkheid soos dit is. Goeiemorgen, dominee Marais. Ja. Sergeant Erlank. Goeiemorgen, sergeant. Manie, die misdadiger. Goeiemorgen, Manie. Morgen. Dan is jy die groot reisiger. Maar kom binnen, sergeant, dat ons kan gesels. Ach, dankie, dominee. Ek was heel nacht op nachtdienst. Ek maak maar spore. Sê maar net wanneer hy kan huis toe gaan. Maar los om vir die ochend hier, sergeant. Kan ek die stasie skakel wanneer ons klaar gesels is? Seker, dominee, hulle weet van hom. Pas op net dat hy nie weer weggaan. Die kan hy goed doen. Ek dink nie so nie, nie meer nie, nee, Manie. Dankie dan, dominee. Tot ziens, sergeant. En jy, Manie? Groet aan jou ouders, hoor. Dankie. Tot ziens, Manie. Tot ziens, Manie. Baie dankie vir alles. Ja. Kom goed, man. Kom, sit maar, Manie. Sit eens, ja. Wil jy nie eers 'n koeldrankie hê? Nee, dankie. Oom, my oupa het ook daardie prentjie. Ja, Manie. Maar ek ken het vir generaal de Wet daarop. Jou opa moet 'n besondere mens wees, Boetman. Ja, oom. Hy het in die Engelse oorlog geveg. Lyk my, jy aard seker baie na jou opa, ne? Ja, oom. Marie, jy weet, 'n hele paar mense het vir my al van jou laat weet dat jy kom. Oom? Ja, ek weet ook al hoekom jy so ver gekom het om my te kom sien. Ja, oom. Wat noem jy my, Boetman? Oom Moddermaker, oom. En hoe dink jy kan die Moddermaker help? Reen bring, oom. Oupa sê oom is die naaste aan ons liewe neer. En oom sal seker kan help. Maar ek kan toch nie wonders doen, nie, Manie. Maar oom, kan daar een bid vir valvlakte, oom? Ja, ek kan, Boetman. Maar jou dominee op Hauptown kan ons ook vir valvlakte bid. Ai, oom. Hy het al. En oupa bid ook so mooi. Maar het help nie, oom. Ek dink valvlakte is net te ver weg. Almal het al van ons vergeet. Nee, Manie. Die Heere vergeet niemand ooit nie. Weet oom waar lee valvlakte, oom? Valvlakte is niks verder van hom af as Johannesburg nie. Die Heere is oral. Ach, oom. Oupa sê oom is die hoofdominee en die Heere moet vir oom luister. En oom is hier nabij aan die eerste minister. En hoe gaan jy by hom uitkom, Annie? Hy is baie besiger as ek en belangriker. Seker maar soos soos ek by oom uitgekom het. Aanhou soek, oom. Maar Manie, jy weet, jy kan daarom nie sommer van die huis al wegloop en hoop jy kom by my en die eerste minister uit nie. Jy het so baie opgeoffer om tot hier te kom. Maar, lees het bykie hier, wat sê die Bybel? Vers 22, die tweede deel. Lees het bykie. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as offerande. En
om te luister beter as... Dis genoeg? Wat beteken dit? Maar oom, pa het nie gesê ek mag nie vir oom kom vra nie. Maar sou jy ja gesê het as jy hom gevra het? Seker nie oom, maar oupa sê die Bybel sê, boer maak 'n plan as die kalf in die put is. Jy ken jou Bybel, nê Manie? Ja. Maar Manie, wat wil jy eintlik gehad het moet ek vir jou doen? Miskien kan oom vir ons bid oom, vir Vaalvlak toe oom, en vrou Charlie, en ons skaap oom. Glooi jy dit sal werk? Dit sal werk oom, as oom net wil. Nou goed, Boetman. Kom kniel hier langs my. Baie dankie oom, dit was so mooi, ek is seker dit sal help. Nou moet ek nog net Pretoria toe, nog net die eerste minister sien. Maar jy kan nie, Manie. Dis heeltemal onmoontlik. Goedemiddag, meneer de eerste minister. Hallo, goedemiddag. Welkom. Baie dankie. Het is vriendelijk van u om voor ons hier te ontvangen. Mag ik u voorstellen aan die ongecrediteerde afvaardiging van Vaalvlakte, Hermanus Griesel. Manie, en dit is ons eerste minister. Middag, Manie. Middag, goed. Welkom hier in Pretoria. Dank u. Pa en opa stuur de Groetnis om en om Alf. Dank u, Manie. Ek is seker jou pa is baie trots om so'n seentjie soos jy te. Weet nie, ek het weggeloop sonder om te vra. Ja, ek verstaan so. Kom sit julle, sit, dan hoor ons 'n bietjie wat is die probleem op Vaalvlakte. Laat ek hoor, Manie. Het oom al alleen gehad, oom? Ja, jong, hierheen is sommer elke dag. Elke middag 4 uur. Maar ons het 3 jaar laat gereen oom. En die Karakoo vrek op een hoop. Ek is jammer om dit te hoor, Manie. Ja oom. Pa sê dis alles goed en wel dat oupa bid vir reen. Maar is nog nie 2 mense wat ons nou kan help. En wie is dit, Manie? Sê die oom moeder maak oom. Moderator of
van die NG Kerk. Dis reg, oom. Dis die oom. Hy het vanoggend al klaar mooi gebid vir Valvlakte, oom. En het vir my 'n kook gekoop. Maar dit reën nog nie, oom. En nou staan nog net een kans oor. Ja, manie. Dis oom Eerste Minister, oom. Pa sê oom regeer die land. En oom Elf sê oom is 'n bakgat hou. Skus, oom. En oom praat Afrikaans. En as oom nie kan help nie, dan val vlak te klaar praat oom. Het is vir pa se verjaarsdag, oom. En pa sê dit moet baie vinnig reën ook. Asseblief, oom. Vertel my van Valvlakte, mami. Het is nie 'n groot plaas nie, oom. Ons het 'n paar koeie gehad en 'n paar karakoe. Maar as het reën, oom, is het een mooi plaas. Het is ons sin, oom. Oupa sin, en pa sin, en myne. Maar, nou vlek die skaap, oom. Sommers so op een hoop. Het is goeie skaap, oom. Vol bloed. Was oom al op een skaapplaas gewees as die skaap vlek? Ek het groot geword op so'n plaasie, manie. Net soos jy. Ek is bly, oom. Waar, oom? Victoria Wesse wereld. Nie ver van Valvlakte nie. Mooi wereld. Dis nie nou nie, oom. Maar as oom het laat reën en die driedoring blom, dan is het prachtig. Manie, jy sê die moderator het al mooi gebid. Ja, oom. Hy het sy best probeer, oom. Net die Almagtige kan reën maak, manie. Jy weet het, ne? Rarig, oom? Herman, kry my dokter Skols by die weerbureau. Ja, ek hou aan. Wat sê hulle van 'n mosterdsaadjie daar waar jy vandaan kom, Marius? Hallo, middag, Jan. Jan, hier by my het ek 'n half liter grote stukkie geloof met velskoene aan. Heel pad van Valvlakte te Struk Hopedown. Skaaplaas, Jan. Dit het 3 jaar laas daar gereen en die driedoring blom nie meer nie. Nou, hierdie paar velskoene se pa verjaar een van die dae. En hy en die moderator sit nou hier by my. En hulle sê vir my reëlings is reeds getref vir reën in die Karoo. Nou wil ek net van jou weet, Jan. Wanneer kan hy vir sy pa gaan sê dat het... Ek sien. Ek sien, ja. Dankie, Jan. Nee. Daar kom tye wanneer dit net nie anders mag of sal nie, Jan. En hierdie was so 'n tyd. Dankie en tot ziens, Jan. Wanneer verjaar jou pa, manie? Môre, oom. Môre reën dit op Valvlakte. Baie. Daar lang. Dankie vir alles, oom, en mooi loop, oom Gabba. Tot ziens.